podcast. Ik ben Marleen en dit is alweer aflevering 11. Mijn breinpodcast heet Sunny Sinits en zo kun je me ook vinden op Instagram. En leuk dat je kijkt. Mocht je nou voor het eerst kijken, ik hoop dat je het leuk vindt. En mocht je vaker hebben gekeken, welkom terug. En ja, wel leuk om alweer op nummer 11 te zitten. Dat had ik ook eigenlijk in het begin niet echt gedacht. Na aflevering 1 dacht ik al, dit ga ik nooit meer doen. Maar toch nu alweer 11 keer. ja, ik vertel altijd eerst wat ik aan heb. Wat ik dus al eerder heb gemaakt. Wat ik klaar heb, waar ik mee bezig ben. En dan vertel ik wat ik nog in de planning heb staan. En vandaag zijn er ook wel leuke dingen die in de planning staan. Dus ik hoop dat je tot het einde te volhoudt met die filmpjes van mij. Ja, meestal stel ik me altijd voor. Ik ben Marleen en ik ben getrouwd. Ik heb 2 kindjes. We wonen aan de kust van Nederland. En ik wil bijna zeggen. En ik ben werkzaam als arts, maar dat gaat binnenkort stoppen. Ja, en eigenlijk ben ik er heel erg blij om. Ik ben wel een beetje toe aan iets anders en verandering. Maar het is dan wel een beetje gek om dat hier dan ook nog te zeggen. Maar ja, ik voel ook nu niet echt de behoefte om dan heel erg daarop in te gaan. Want het gaat natuurlijk over breien voornamelijk. Maar misschien komt dat nog een andere keer wat ik dan ga doen. Maar ik kan niet meer zeggen, ik ben werkzaam als arts. Nou, nu nog wel, maar binnenkort niet meer. maar goed, nou ja, dat is voor een andere keer. Wat ik aan heb. Ik heb de treista aan. Dit is een vestje van, of eigenlijk is het een trui van Jennifer Steinkas. En ik heb er een vest van gemaakt. Ik heb hem gestiekt. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Eigenlijk is het een beetje nu, omdat het natuurlijk lente wordt, of is, een beetje te warm. Maar op die koude ochtenden vind ik het toch wel heel erg fijn om hem aan te hebben. En ik heb hem gebreid in led lopi. En ik heb hem ook wel heel grappig, want mijn laatste vestjes die ik heb gemaakt zijn eigenlijk een stuk korter. Ik heb hem best wel lang gebreid eigenlijk. Langer dan dat ik de laatste tijd eigenlijk mijn vestjes maak. Maar helemaal prima hoor. Ik ben er nog steeds hartstikke blij mee. En het is een heerlijk vest om te dragen. En ik vind led lopi echt geweldig. Eigenlijk dacht ik vroeger altijd dat ik heel erg moeite had met kriebelwol. Sorry hoor. Maar dat valt eigenlijk heel erg mee. Ik ja, eigenlijk ook, want ik dacht eerst van, nou misschien mijn nek dan, of mijn voorhoofd of zo, of weet ik veel. Maar dat valt allemaal heel erg mee. Het heeft er vooral mee te maken met mij of het koud genoeg is. En als ik warm word, dan gaat het kriebelen. En dan moet ik het uitdoen. Ja, dan, ik moet ook niet echt per se, denk ik, dikke wol aan hebben als je het warm hebt. En dus ja, in de zomer draag ik het ook gewoon niet. En als het dan wat kouder wordt, dan wel, ja. Over het stieken, ja, daar vertel ik echt in mijn andere filmpjes heel veel over. Dus dat ga ik nu niet doen. Ik heb zelfs ook nog een instructievideo opgenomen. Dus mocht je daar interesse hebben, kijk dat vooral. En ja, wat kan ik nou nog meer zeggen? Ja, het is een heerlijk vest. Ik vind het echt ook een heel leuk patroon. Ik denk eigenlijk dat ik hem nog een keertje ga maken, maar dan met net iets meer aardekleuren, zeg maar. Maar ja, dan moet ik nog eventjes. Ik denk dat het dan weer winter moet worden en dat ik er dan weer heel veel zin in heb om dat te gaan doen, om met dikke wol te werken. Ik merk dat ik nu toch wel een beetje neig naar wat zomerachtige dingen die ik ook echt van de zomer aan kan doen. En dat vind ik ook wel weer heel fijn, want ik was een beetje blijven hangen in de winterdingen best wel lang. Maar en oh ja, dat vergeet ik helemaal te vertellen. Ik heb dus ook mijn sokken aan. Wacht even hoor. Van de koffieboontjes sokken. En ik heb sloffen aan. Van wol nog steeds. Die heb ik gekocht bij de op Texel. Bij de Tesselaar, heet dat misschien? Die winkel? Nou ja.
Maar zo fijn. Ik kan echt niet zonder. Kijk, ze zien er echt niet meer uit hoor. Het is helemaal een beetje verveeld en die onderkant. Soms denk ik van, wat laat je nou zien, Marleen, op die podcast? Maar ja, nee, maar ze zijn echt heerlijk. Ja, dus als je nog sloffen zoekt voor volgende winter. Nou, echt waar, bij de Tesselaar zijn gewoon echt de wollen sokken, sloffen. En ja, met wollen sokken is het echt super lekker. Er zit ook een sticker onder. Al die kinderen hier, hè? Ik zat even weg toe. Er zat een sticker onder mijn zon. Ja, goed. Nou, dat hebben we dus allemaal doorgenomen. En ik heb ook nog een... ja, het is een heel oud rokje hoor. Die ik zelf heb gemaakt. Hij is ook wat langer. Ik kan hem niet helemaal laten zien. Dan zou ik echt op de stoel moeten gaan staan. Maar dat gaan we niet doen. Maar ik heb heel veel rokjes die ik zelf heb gemaakt. Ik heb heel vaak dat ik in de winkel loop en denk... Nou, ik... dat is nou net niet wat ik zoek. En dan kan ik het... Denk ik altijd, nou dan ga ik het zelf maken, maar dan duurt het altijd best wel lang voordat ik dat dan helemaal heb afgenaaid en zo. Herkennen jullie dat? nou, verder heb ik dus de flex pullover af voor mijn dochter. En ze heeft hem al heel vaak aangehad, dus ik zat nog net te kijken van, is die wel een beetje schoon nog? Want ze kon echt niet wachten totdat ik dan een filmpje had gemaakt. Maar goed, het is een, ik heb hem een beetje aangepast, want normaal gesproken zit hier een soort van ribbelsteek over de schouder heen. Maar dat vond ik toch, ja, weet niet, dat is niet echt helemaal mijn smaak. Dus ik heb hem gewoon een beetje heel erg basic gemaakt. En ik wilde eerst nog kleurwerk eronder doen, maar in de winkel vond ik eigenlijk niet echt een kleurtje die hier nou heel erg mooi mee contrasteert. Dus toen heb ik besloten, nou ik maak hem gewoon egaal. Want zij heeft eigenlijk ook best wel veel bloemetjes, broeken en al die dingen. Dus ik dacht, nou het is helemaal prima om dit gewoon ja, een beetje basic te houden. Wat ik wel... Ik heb dus Gilead gebruikt van de Rerum Natura. Ik heb hem op 5 mm naald gebreid. De Gilead wordt echt wel een stukje zachter als je hem... heb gewassen. Niet extreem. Dus het blijft wel echt een beetje een rustieke wol. Maar wel zodanig zacht dat ik denk dat het oké is voor de kinderen. Mijn dochter vindt hem echt heel fijn. Dus, terwijl die is best wel een beetje gevoelig, denk ik, voor kriebeltjes. Maar dat valt dus heel erg mee. En wat me wel een beetje opviel bij het patroon. Op een gegeven moment moet je dus zeg maar hier... Meerde je nog voor de raglan. En dan opeens niet meer. Kijk, ik zie dat ik een beetje een gat heb overgehouden. Ja, normaal gesproken lukt me dat wel heel goed. Maar deze keer dus niet. En de laatste steekjes meerde je dus niet. Dus dat vond ik een beetje jammer. Kijk, eigenlijk als het aan heeft, valt het wel gewoon weg. Maar ik dacht wel van ja, de volgende keer als ik precies dezelfde maat maak. Dan ga ik denk ik toch een beetje die raglan meerderingen wat verdelen over deze... lengte. Ik denk dat ik dat dan toch mooier vind. Dat je dus niet om de rij zeg maar meerdert, maar dat je misschien om de twee rijen gaat meerderen of zo. Dat je het zo verdeelt. Ik had er nog over nagedacht om het dan uit te halen en opnieuw te doen, maar dat zie ik echt niet zitten. En er zitten dus ook ja, short rows in en dat is dan een wrap and turn. En die zie je ook best wel goed. Bij die Gilead. Het is wel dus een wolletje die makkelijk toont. Ik zie dat ook aan beide kanten. Ik zie dat ik gewoon echt aan beide kanten die armsgaten niet zo goed heb gedaan. Misschien een beetje bijwerken. Maar ik heb helemaal geen wol meer van deze. Ik heb helemaal deze kleur niet meer. Dus dat kan helemaal niet. Oh. Nou. Ja, ach, weet je wat dat ook is? Die andere trui die ze veel aan heeft, die moraine sweater, die heeft ze zo vaak aangehad, die is al gewoon aan het vergaan al. Dat ik echt denk, hé, ik heb hem toch deze winter gebreid, maar nou ja, ze heeft hem soms echt weken aan, zeg maar. Dus ik hoop dat dat dan ook met deze is. Ik ga denk ik nog, als ik ietsje, ik moet nog een beetje oefenen met borduren, maar ik ga dus nog van die, ja, zijn dat nou madeliefjes?
van die witte bloemetjes met geel erin. Die ga ik er nog eventjes op borduren. En ik dacht ook op de mouw, dat vind ik ook wel heel erg leuk. Op mijn Instagram heb ik een foto gemaakt met echte bloemetjes met witte blaadjes en geel in het midden. En dat ik dacht, ja, zo, dat vind ik echt leuk. Dus dat ze dan hier drie zitten en dan eentje hier op de mouw. Maar ik moet een beetje beter worden in borduren. maar ja, dat is dat dus eigenlijk. Ik heb twee bolletjes gebruikt van de Gilead. In principe is het nu een beetje cropped truitje, maar ze draagt ook veel jurken. Dus op zich maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar ik denk wel dat als je hem want dit is maat 8 tot 10 jaar. Als je hem voor die maat wil maken, dat je dan ongeveer zo'n 2,5 bol nodig hebt van de Gilead. Dat is het eigenlijk. Nou, heel erg leuk. Het waren eigenlijk restjes van bolletjes van mij. Ik ben een beetje bezig om allemaal restjes op te breien. Bolletjes die ik dus ooit heb gekocht voor iets anders, maar dan eigenlijk niet echt heb gebruikt. Ik dacht, nou ja, eigenlijk kan ik die gewoon heel makkelijk opbreien voor de kinderen. En dat geeft mij ook een goed gevoel, want dan wordt mijn stash een beetje kleiner steeds. Dus ik dacht eigenlijk om dat telkens te doen. Dus dat ik dan echt iets maak wat ik heel graag zelf wil hebben. En dat ik dan misschien iets nieuws maak voor de kinderen. Maar ook iets wat al heel lang ligt. Wat ik gewoon op moet breien. En dat het dan gewoon iets is. En dan kan ik het altijd weggeven of voor de kinderen zelf gebruiken. En dan wil ik nog eventjes iets laten zien wat jullie al heel vaak hebben gezien. Het vestje, de Novice cardigan. Maar ik heb daar iets anders in gedaan. Want ik was me een beetje aan het irriteren hoe die eruit zag. En nu ziet hij er echt een stuk mooier uit. Dus ik ga hem eventjes aandoen. Ja, goed. Nou, het lijkt een beetje op het vorige filmpje. Toen had ik hem volgens mij ook aan. Maar ik heb hem dus aangepast. Omdat ik vond dat de boord heel erg naar beneden hing. Zo. Echt een beetje zo hing die. Dat kwam omdat ik... deze heb ik vorige zomer gebreid. En toen heb ik dus heel vaak... eigenlijk elk vestje wat ik heb gebreid, heb ik toen denk ik 3 steken opgenomen, 1 steek overgeslagen en dan 3 opnemen, 1 overgeslagen voor de boord. Maar ik vind dat eigenlijk net te veel steken. Ik merk dan dat je vest een beetje gaat hangen naar beneden en dat vind ik eigenlijk niet zo heel erg mooi. Ik vind het eigenlijk mooier zoals die nu hangt, dat het eigenlijk een beetje recht is. Zo vind ik hem ook mooier doorlopen, zeg maar. Dus... ik heb nu, en moet ik even goed nadenken, 2 steek opgenomen, 1 steek overgeslagen. Of 1 rij, zeg maar. 2 steek opgenomen, 1 rij overgeslagen. Dus echt wel 1/3 van de steken verminderd eigenlijk. Kan ik dat zo zeggen? Denk ik wel. Want dat viel me zo op bij dat vestje van de Festive Yoke cardigan. Dat die zo mooi stond eigenlijk. En zo recht is. Zo echt bijna als een jasje, zeg maar. Of een kobertje of zo. En ik elke keer dacht, ja, die vesten die lijken een beetje zo een beetje slobberig te hangen of zo. En toen dacht ik, nou, ik ga dat gewoon aanpassen. En het heeft me denk ik 2 uurtjes geduurd of zo. En dan heb je gewoon weer zoveel plezier van wat je hebt gemaakt. Dus ik ben daar heel erg blij mee nu. dus ik kan het aanraden. Als je dus iets niet fijn vindt aan een vest. Wat je hebt gebreid en je hikte maar de hele tijd tegenaan. Dat de tegenaan hikken, dat duurt gewoon altijd langer. En het kost veel meer energie dan dat je het gewoon gelijk doet en aanpast. En dat het gewoon echt is hoe je het wil hebben. Dat is echt wel een les voor mij. Dus hou het simpel en doe het meteen. Beetje met een knipoog. Even zien. Dan heb ik... ben ik bezig met de... Ik had hem zo neergezet. De No Frill Sweater.
Ik laat hem even zo zien, daar hoef ik geen foto in te voegen. Het is van Petit Knit en het is een, ja, hoe zeg je dat, top-down raglan trui. Gebreid op, ja, je begint met 3 mm, maar 4 mm naald voor de rest. En in principe moet je hem eigenlijk, is het gebruikelijk dus ook wel het goede garen, de Sunday van Sandnesgarn. Maar je moet hem eigenlijk dubbel houden met een mohair. En ik dacht in eerste instantie, nou dat hoeft niet hoor, ik ben altijd een beetje eigenwijs. En toen was ik hem aan het breien, maar ik brei hem voor mijn moeder. En toen was hij toch wat, ja, luchtiger. Kijk, voor mij zou het echt wel ook heel leuk zijn om zo'n trui te hebben, zeker voor de zomer. Maar mijn moeder, ja, die wil gewoon, die wil niet zoiets doorschijnends hebben of iets. En niet dat ik dat echt wil hoor, maar mijn moeder vindt het ook vervelend als een hemdje aan heeft en dat dat dan zichtbaar is door die trui heen. Dus ik hou hem nu dubbel. Dus ik hou 2 draden dubbel, dus ik heb nu ook weer opnieuw besteld. En even zien, wat kan ik nou nog meer vertellen? En ik vind het eigenlijk wel heel erg fijn, dus ik ben hem eigenlijk weer opnieuw begonnen. Maar dat, ja, als je de vorige aflevering hebt gezien, wist je dat al. Ik ben wel ietsje verder. Ik zal hem eventjes fatsoeneren. En verder heb ik gewoon echt het patroon gevolgd. Dus ik ben nu een beetje zover. Zo grappig, als ik dan zwart vasthoud, dan verkleurt van alles. Zie je dat? Maar ja, dus ik heb de mouwen gesplitst. En nu brei ik eigenlijk de rest naar beneden. Ik heb de mouwen weer op die, ja, hoe heet het nou? Ik dacht dat het Take Your B-cord heette, maar eigenlijk van die, ja, van die koorden die je, nou, ik kom even niet uit mijn woorden. Van die koorden die je dus kan gebruiken om ook te passen, om over je naalden heen te schuiven. En ik vind het heel erg fijn voor de mouwen. En ik dacht zeker met het zwart, want dat zie je niet super goed, zeg maar, en dat je dan weer een steek laat vallen, dacht ik, ik doe het gewoon hierop en dan kan ik heel makkelijk, als ik dadelijk met de mouwen verder ga, doe ik hem gewoon op de naald en dan trek ik de naald er gewoon doorheen. Ja, hoe zeg je dat? De breinaald. En ja, wat kan ik er nou meer over vertellen? Zo zit ik altijd, ik denk, wat kan ik nou nog meer vertellen? Ja, het is de grootste maat, 3XL. En eigenlijk ben ik ben echt heel erg benieuwd naar die halslijn. Want ik vind het best wel, ik vind zo'n boothals echt prachtig. Dus eigenlijk denk ik dat ik voor mezelf, want ik wil hem ook nog voor mezelf maken, in deze kleur. Ik zal het even gelijk laten zien. In die kleur. Voor de zomer. Denk ik eigenlijk dat ik dezelfde steken ga gebruiken voor de hals van de 3XL. Ik vind dat eigenlijk wel heel erg mooi. Dus komt hij een beetje zo. Ja. Nou, het is best wel een werk, die 3XL natuurlijk. Maar ja, het is gewoon gelukt en het is mooi geworden. Wat ik wel heb gedaan, ik vind wel voor de 3XL, kijk, het verschilt natuurlijk hoe breed je bovenarmen zijn. Maar ik vond hem best wel laag worden. Dus de laatste 3 rijen van meerderingen heb ik niet gedaan. Want het paste eigenlijk heel erg goed bij mijn moeder. Dus ik heb even tussendoor wel gepast. Dat doe ik eigenlijk altijd als ik de mouw heb gesplitst. Dan ga ik echt nog een keertje passen. Heb ik het nou goed gedaan? Want anders dan heb je zoveel werk als je hem af hebt. En dan pas gaat passen. Dat werkt eigenlijk vaak niet zo goed. Maar ja, ik ben wel benieuwd. Ze vond hem echt heel erg leuk. Dus ik hoop ook dat dat blijft als die af is. Ik ga trouwens over een week ga ik op vakantie naar Griekenland. Met familie ook. En dan neem ik hem mee. Dan kan ik er lekker aan breien. En ik heb dus ook... Ik hoop dus... Ik ga het proberen of het lukt. Dus ik laat het even weten of het gelukt is. Maar ik wil hem dus meenemen in het vliegtuig, deze. Want eigenlijk heb ik dus gemerkt dat ik dus best wel goed zwart kan breien. Mits er iets wits onder ligt. Dus ik heb vaak op de bank, 's avonds zit ik onder een witte deken. Nou, en dan gaat het echt prima met dat breien. Wel een goede lamp aan natuurlijk. Maar
dan heb ik niet zo heel veel last ervan dat het nou zwart is. Dus ik dacht, nou, dat kan ik dan ook wel meenemen in het vliegtuig. En we vliegen ook, ja, 's ochtends vroeg. Dus misschien is het eerste gedeelte een beetje donker en daarna wordt het natuurlijk lichter. Maar ik heb dus de bamboe tips van Chow Goo is dat ook. De spin bamboe tips gekocht. 4 mm dikte. En ik hoop dus dat ik deze mee kan nemen in mijn handbagage. Dus dan doe ik eigenlijk gewoon deze los. En de kabel los. En dan doe ik denk ik gewoon weer van die koordjes eraan. En dan lijken dit gewoon op potloden. En deze zijn ook niet zo ontzettend scherp vergeleken met die metalen Chowgoo. Ik weet niet of je dat nou kan zien. Ja, ze zijn iets minder puntig. Ja, dus ik ben wel benieuwd of dat gaat lukken. En ook ben ik heel erg benieuwd of ik er wel goed aan doe. Of dat ik dus gewoon misschien deze gewoon moet opzetten en daar moet verder breien. En dan met hout moet blijven breien. Omdat het wel, wat ik heb gehoord, kan zijn dat je steekverhouding anders is. Dus, nou, allemaal spannende dingen in dat vliegtuig. Nou goed, ik laat het wel eventjes weten de volgende keer of het gelukt is überhaupt om deze mee te nemen. En of dat ik deze heb opgezet of dat ik toch heb gebreid aan die. Nou, ik heb een beetje een telefoonprobleem. Hij valt de hele tijd uit. Ik weet niet zo goed wat aan de hand is. Dus ik probeer het nu nog een keertje en als het niet lukt dan ga ik echt stoppen met opnemen. Ik heb dus... Ja, ik ben dus eigenlijk gestopt over of ik nou die zwarte dan meeneem in het vliegtuig. Of dat ik een nieuw werkje ga doen, maar dat laat ik dan nog wel even weten. Wat ik in ieder geval ook aan het maken ben, is de Dartmoor sweater van Kadri. Ja, het is echt een prachtig patroon. Ik ben eigenlijk op het idee gekomen omdat ik het op Instagram zag bij Sunneke. Dus dankjewel Sunneke, als je kijkt. En... ja, het is, deze is gebreid met de Como Lana Grande. Ik zag dat je die kon kopen bij Rebel with a Twist. En ik gebruik dus... Ik zal het even laten zien waar ze zijn. De Snapneck weer. Dus dezelfde als die ik aan heb. En de Kremke Silky Kit. Ja, en dat zijn heerlijke wolletjes. Zo fijn. Deze heb ik dus gekocht bij Cross & Woods. En deze... Dit krijg ik niet meer ergens online. Dit is de Nebel kleur 052 volgens mij. 058. En dit is de Snefneuk. Deze is ook wat lichter dan deze. Ik weet niet of je dat kunt zien. Dit is de 7107 kleur. Maar die breidt dus samen. Op een 5,5 mm naald. En dit is hem. Het ziet er een beetje gek uit. Want het is dus niet... Normaal gesproken breid ik altijd... Het is wel een top-down, maar met een raglan. En dit is dus eigenlijk met zo'n mooie streep op de achterkant. Ja, dat zie je heel goed. Die komt dus op je rug. En het is dus met een V-hals. Dus je breidt echt een beetje de V-hals zo eraan. En dan breid je dus in het rond, zodat het aan elkaar vast zit. En eigenlijk valt hij dus een beetje zo naar achteren. Dus dat het zo valt. Dus dit is de top van je schouder, denk ik. Hoop ik. Want de voorkant, zoals je ziet. Dit is het achterpand breien eerst. En dan de voorkant. Die is dus ook wat langer. En dan, als je op een gegeven moment aan elkaar gaat breien, heb je de armsgaten. En zie je dus ook mooier, denk ik, hoop ik, die streep zo op de achterkant op je rug. En... dan brei je dus op een gegeven moment die boord aan de voorzijde. Ja, ik vind het echt een heel leuk patroon. Echt prachtig en leuk. Eigenlijk wil ik deze ook nog meenemen op vakantie. Maar ik denk dat het dan te veel is. Want zo snel brei ik ook weer niet. Alhoewel het wel natuurlijk op vakantie is dat je misschien meer breidt. En het lijkt me wel heel erg leuk om deze in Griekenland 's avonds aan te kunnen doen. Want het is nu nog wel een beetje vroeg in het jaar dat we gaan... En het kan dus best wel 's avonds een beetje... Hoi,
En welkom terug, want ik kon dus inderdaad niet opnemen. Dus het is een nieuwe dag met nieuwe kansen. En uiteindelijk heb ik gelukkig wel kunnen vinden wat dan het probleem was. Het lag echt aan mijn opslag. Maar dat heb ik dus nu verholpen. Dus ik hoop dat het nu goed gaat. Maar ja, dus een aantal dagen verder dat ik nu verder ben met opnemen. En ik ben dus ook verder gaan breien met de Dartmoor sweater. Dus dat zal ik, ja, is eigenlijk misschien ook zelfs leuker om te zien. Dus dat zal ik eventjes laten zien. Ik zal wel, dat was ik nog vergeten te vertellen, maar ik gebruik dus die Snefnuk Natuur is het, van Camaros. En het is 55% alpaca en merino wol en ook nog 35% wol. Dus het is wel een blend. En het is ook best wel een heel apart draadje, want het is niet, je kan hem niet splitsen. Dus het is wel één draad, maar het lijkt, ja, het lijkt, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Het lijkt alsof het gehaakt is of zo, in een soort van ja, tube of zo. Maar het is, ja, ik vind het wel echt heel erg mooie wol. Dus als ik dus wol draadje aan elkaar probeer te maken, dan prikfilt ik het op de bank. Niet vertellen aan mijn man. Nee, we hebben een bank, zeg maar, die kan dat echt wel aan. Hoe zeg je dat? De stof heeft rasters. Dus ik prik gewoon daartussen. En ja, het ziet er gewoon heel erg mooi goed uit. In principe is het veiliger, denk ik, als je het op een oud kussen doet of zo. En dat je dan aan elkaar prikveelt en dan een beetje spugen en dan draaien. En dan zit het eigenlijk hartstikke goed aan elkaar vast. En het is 50 gram voor 110 meter, deze. En dan brei ik hem dus samen met die Kremke Silky Kit, maar die had ik al net laten zien. Tenminste, een paar dagen geleden, maar voor jullie is het net. Nou, dus de Dartmoor sweater. Ik heb nu de mouwen gesplitst en ik ben een beetje verder gegaan met de mouwen. Even zien hoor, ik zal het even netjes eruit laten zien. Dus zo ziet hij er ongeveer uit. Dus het is wel echt een heerlijk oversized trui. En de mouwen zijn dus ook best wel een beetje breed. Ik heb wel ook gemerkt nu, de laatste dagen, dus het ook wel fijn dat er even een pauze in was. Dat mijn, hoe zeg je dat? Ik kan het alleen in het Engels zeggen. Mijn steekverhouding, zeg maar, qua steken klopt, maar niet qua rij. Dus qua rij mis ik best wel, heb ik in plaats van 24 wat het patroon aangeeft, heb ik dus 20. Ja, nou ja, goed. Ik heb dus eigenlijk een beetje omgerekend. Dus hoeveel, in principe moest je een aantal rijen, dus het voorpand, zeg maar, breien. En dat heb ik eigenlijk omgerekend naar de hoeveelheid rijen waarvan ik dus denk dat ik het moet maken op basis van mijn rijverhouding, als ik dat zo goed zeg. Dus qua rijen moest ik 24 hebben en ik heb er 20. Dus dan, en hoe zeg je dat? Dan doe ik dus, moet ik even goed nadenken hoor, doe ik 20 gedeeld door 24 en dat keer de hoeveelheid aanbevolen rijen. En dan kom ik eigenlijk tot minder. En nou ja, goed. Daardoor is het niet zo dat, want daar was ik een beetje bang voor. Dat ik dacht, oh, die mouw is best wel breed, zeg maar. Maar dit is wel, hoe zeg je dat? De breedte die het dus moet zijn. Want ik kom precies uit met de hoeveelheid steken die ik op kon nemen. Ik vind het wel. Oeh! Nee, dat is wat. Oh. Komt dat nog goed? Ja. Ik blijf hangen met mijn. Hoe zeg je dat? Stikmarkeerder aan mijn mooie April Cardigan. Oh ja, dat vergeet ik helemaal te vertellen. Dit is de April Cardigan van Petite Knit. En die heb ik gemaakt in Illimani Santi. Wol. En die heb ik gekocht bij Cross & Woods.
En ja, het is eigenlijk een simpel vestje. Ik praat er ook in andere afleveringen meer over. Dus ja, ik wilde daar eigenlijk nu niet op doorgaan. Dus kijk dan even ook naar andere afleveringen waar je hem ziet aan hebben, zeg maar. Ja. Maar goed, deze dus, de dark horse sweater. Ik brei dus nu eerst even de mouwen af. En dan hoop ik de hals te gaan maken. En dan ga ik verder met het lijf. Omdat ik niet zo goed weet of ik nou genoeg wol heb om dat ik dan even kan inschatten. Wil ik hem nou een beetje cropped maken? Of wil ik hem nou juist langer maken? Dat weet ik nog niet zo goed. En wat ik dus nu heb gedaan, want hoe heet dat? Mijn lange naald, die is dus nog niet lang genoeg. En dit is best wel gladde wol, dus als je aan de mouw bezig gaat, dan kan het best wel een beetje afglijden, zeg maar. Dus nu heb ik dus dit kleine stukje mohair wat ik nog over had, heb ik met een elastiekje vastgemaakt. Dus nu, ja, het zit gewoon goed vast. Ja, dat ik daar niet eerder op ben gekomen. Ik vind het echt een geniaal idee. Je hebt helemaal geen naaldstoppers nodig. Gewoon een haarelastiekje. En dan blijft het ook gewoon zitten als je aan het breien bent. Ja, ik denk niet. Want ik ga dus volgende week op vakantie. Over een aantal dagen. Ja, over een paar dagen eigenlijk nog maar. Ik denk niet dat ik hem afkrijg, helaas. Ja, het is wel heel jammer, hè? Echt een mooie trui. Ik zit wel een beetje te twijfelen of ik nou niet die mouwen te breed vind. Maar ja, dat is ook een beetje het patroon, heb ik het idee. Daar moet ik nog even over nadenken. Ja, dat was het denk ik wel een beetje. Ik vind het echt een heel fijn patroon. Heel fijn wol. En ja, ik kan echt niet wachten tot ik deze dan aan mag. En ik ben ook benieuwd naar de halslijn. Of het niet. Ja, hoe zeg je dat? Ik denk dat het wel recht trekt. Want zo. Iets dichterbij. Zo is het wel een hele lage V, hè? En dat wil ik niet meer. Ik bedoel, ik ben al 38. Het hoeft niet meer zo laag. Dus ik ben wel benieuwd. Meestal trekt het allemaal wel recht. En desnoods brei ik gewoon de boord. Ietsje van de halslijn iets breder. Maar dat komt goed. Dus dat was die. En dan ben ik eigenlijk een beetje toegekomen aan mijn gehaakte project. Die heb je ook al vaker gezien als je andere afleveringen hebt gezien. Maar ik dacht, ja, ik laat het gewoon elke keer zien. Want dat vind ik gewoon leuk. Dan zie je het ook een beetje groeien. Dit is de Woodland Ripple Blanket van Attic 24. En ja, ik vind het gewoon zo'n heerlijk patroon. En waarom? Ja, omdat het gewoon. Ik weet het niet. Het is echt mijn. Als ik me niet helemaal happy voel, of moe ben, of weet ik veel, dan is dit zo'n fijn werkje en kan ik gewoon helemaal erin opgaan of zo. Het is gewoon heel fijn en heel ja, regelmatig. Het is net een beetje zo dat je gewoon moet opletten wat je doet. Elke rij, elke kleur vertelt weer wat anders. Ik vind het echt heel erg fijn en heel ja, heel mooi of zo. Ja. En ik doe dus nu, heb ik eigenlijk twee projecten die echt voor de restjes zijn. Dus dit is fingering weight, heb ik gebruikt. En ik brei op een 2, of ik haak op een 2,5 mm naald. En ik heb eigenlijk deze altijd. Die zijn gewoon heel fijn, vind ik. Die heb ik volgens mij. Ja, die kan je overal kopen, joh. Ik heb denk ik iets van 400 nog wat steken opgezet. Gehaakt, een ketting gehaakt. Ja, het is gewoon. Ja, ik vind het echt een fijn dingetje. Maar wat ik dus doe, is dat alle wolletjes. Want ik heb de Northeasterly Blanket. En alle wolletjes die ik daar al in heb gebruikt, die doe ik hierin. Maar ik heb dus ook een nieuwe adventkalender gekregen afgelopen winter. Van Sakami Yarns. Met die. En deze, het zijn niet zulke hele mooie yarncakes. En deze, die is mislukt, zie je dat?
En deze kleur. Ja, het zijn wel hele prachtige, mooie kleuren. Deze vind ik ook heel mooi. Die zitten allemaal in dit mandje. En die haak ik dus eerst in de Woodland Ripple. En als die heb gehaakt in de Woodland Ripple, dan mogen ze in de Northeasterly Blanket. En wat ik dan overhoud, dat gaat dan op een bol met andere restjes nog. En dan maak ik daar weer, denk ik, ook weer zo'n Woodland Ripple van. Want ik denk wel dat dat fijn is als je ze aan elkaar knoopt. Net zoals hier, daar heb ik zo'n Magic Knot gedaan. Die kan je heel makkelijk wegwerken en dat zie je niet zo met dat gehaakte. Dus dat vind ik heel fijn. Ik denk dat het een hele fijne is voor alle restjes wol die je nog over hebt. Ja, echt een leuke deken. Ik kan hem echt aanraden als je deze nog nooit hebt gemaakt. En je wil wel een werkje waar je af en toe... Nou, eigenlijk moet je wel regelmatig even tellen en weer terug en zo. Maar daardoor, ja, hoe zeg je dat? Gaan je gedachten echt een beetje op, ja, op mute of zo? Ja, ik vind het heel fijn. Maar ja, dat heb ik. Dan heb ik nog een leuke mededeling. Ja, ik zeg het gewoon omdat ik dan echt een beetje het gevoel heb dat ik een stok achter de deur heb. En anders heb ik het gevoel dat ik dat niet heb en dan weer verzaak in wat ik eigenlijk wil doen. Dus ik ben bezig met een patroon te schrijven over de Daanmuts. Van de Daanmuts. Dat is, ik zal even een fotootje proberen in te op te laden hier zo. En die heb ik dus gegeven aan een vriend van mij en het is gemaakt van zijn schapen. En ja, de mensen waren best wel enthousiast over de muts die ik had gemaakt. En toen dacht ik, nou, waarom, ja, nou ja, ook wel gemotiveerd door een aantal prijsters, ben ik toch een beetje begonnen. Dus het beginnetje is er, maar ik merk nu ligt het alweer een week stil. Ik dacht, ja, eigenlijk is het wel fijn om in ieder geval ja, elke week eventjes misschien een half uurtje eraan te zitten of zo. Dat er iets van vooruitgang in zit. Maar er komt dus op een gegeven moment een patroon. En dan ga ik denk ik ook wel testers vragen via dit kanaal en via Instagram. Maar nu heb ik dus een ander dingetje ook nog bedacht. Want ik heb een paar wolletjes die katoen wolletjes. Nee, dat is niet wol maar één. Dat is gewoon katoen. Katoenen bolletjes. Bolletjes katoen heb ik. Die ik niet meer ga gebruiken. Maar ik vind het wel. Het is echt heel mooi katoen. En het is echt een beetje zonde als die ja, zomaar in een kringloop denk ik terechtkomen. Ik zou het gewoon zo heel leuk vinden als ik dat kan geven aan iemand die ik bewijs van op Instagram heb gezien. En dat ik een beetje weet naar wie het toe gaat. Dus toen heb ik heel lang zitten twijfelen. Zal ik het gewoon weggeven of zal ik een knitalong organiseren? En eigenlijk vind ik die knitalongs gewoon heel erg leuk. Omdat ja, het gaat gewoon om dat je eigenlijk voor jezelf iets aan het breien bent. En dat iemand anders, of haken kan ook. En dat iemand anders dat ook doet en dat het gewoon gezellig is. Waardoor we eigenlijk nog meer verbinding voelen met elkaar. Dat vind ik heel erg leuk aan Instagram en YouTube voor handwerksters. Dat gewoon, het werkt zo verbindend. En zo, ja, ik heb echt nu, sinds 2019 zit ik op Instagram. En sindsdien heb ik al zoveel mensen leren kennen die eigenlijk dezelfde hobby hebben als ik. En hiervoor voelde ik me een beetje alleen. Nou ja, ja, niet alleen. Maar dat je gewoon... Ja, het is gewoon fijn om mensen om je heen te hebben die dezelfde passie hebben. Of hobby, ja. Maar goed, een heel verhaal. Het gaat dus over katoen. En ik dacht, voor de zomer is dat echt ideaal. Veel mensen zijn nu al een beetje begonnen met zomerse breisels te maken. Dus mocht je een zomers breisel aan het maken ben of aan het haken... zei ik dat, was dat nou een goede zin? Mocht je nou een kledingstuk of iets, maakt het ook niet uit, kan ook een deken zijn aan het maken van katoen.
dus aan het haken of aan het breien, dan kun je meedoen met de knitalong van mij. En dat, ik noem hem dus cotton knitalong, maar het is hashtag cotton call, K-A-L. En dan geef ik gewoon, op een gegeven moment doe ik, ik denk dat ik hem iets van 3 maanden laat lopen, dus tot eind juli, zoiets. Want anders, als ik die bolletjes wol naar je katoen, naar je toe stuur, dan kun je er nog wel iets mee, misschien voor de zomer nog. En anders is het voor de volgende zomer, joh. Maar goed, het zijn deze bolletjes wol. En zeg ik het weer verkeerd? Gaan we nou eens op, Marleen. nou ja, ik hoop dat jullie dit niet vervelend vinden. Ik bedoel, als je nu tot de 11e aflevering hier al naar kijkt, dan weet je wel een beetje hoe ik in elkaar zit. Maar het is dus katoen, Marleen. En het is op een 5 mm naald. Kun je het haken of breien. En even zien. Het is 100 gram voor 212 meter. En ik weet echt niet of je dat nou ziet. Oh ja, zo zie je het beste. Deze is dus wat meer richting groen. En deze meer richting blauw. En het is de cotton van We Are Knitters. Het is gemaakt van Pima katoen. En uit Peru. 100% is dat. En het is echt prachtig katoen eigenlijk. Ik heb dus 2 bolletjes van die weg te geven en 2 van deze. Dus ja, doe je mee. Lijkt me heel gezellig. En in principe hoef je natuurlijk niet mee te doen om dan dit te winnen of zo. Maar het is gewoon, ja, gewoon voor de leuk. En dus als het iets met katoen is, dan mag je gewoon die hashtag gebruiken. En dan zie ik een beetje wie er mee wil doen. En dan zal ik gewoon eind juli soort van een, ja, hoe zeg je dat? De mensen die dus hebben gewonnen uitkiezen. En ik heb dus een hele tijd geleden deze dus gemaakt van dus ook die Pima katoen. Deze had dus echt verkleuringen, maar dat zal je niet echt hebben met die gekleurde bolletjes wol. Maar dit is dus de lieftop en die wil ik dus nog gaan maken. Dus ik ga ook meedoen. nog een keer in het zwart. Want ik heb nog 2 bolletjes van deze. En dat moet genoeg zijn voor zo'n topje dus. En ja, het is hartstikke leuk joh. En ik heb een hele tijd geleden ook van die bolletjes nog deze gemaakt. En deze draag ik eigenlijk heel weinig. Ik weet eigenlijk niet meer wat nou de voor- of de achterkant is. Ja, ik denk dit. Maar het is, moet je zien, het is echt prachtig katoen. Heel zacht en heel fijn. Heel leuk. Het heeft ook echt een mooie drape, zoals ze dat noemen. Ja, leuk. Nou goed, dat was het dan voor vandaag. nou, mocht je het leuk hebben gevonden, like dan eventjes. En ja, als je nog meer filmpjes van mij wil volgen, abonneer je dan. En degene die al hebben geabonneerd, heel erg bedankt. En ja, ik ga dus even bedenken wat ik nou mee ga nemen op vakantie. Ik ben er denk ik al uit. Ik ga denk ik gewoon nog deze die doen met dat Olan fingering weight. En dan ga ik die no frill sweater voor mezelf opzetten voor in het vliegtuig. Nou, ja, hele fijne dag en veel breiplezier. Doei!